Hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag 7 mei. 7 mei. Ik heb mijn haar vast even in een strakke knot naar achter gedaan. Want ja, dit was zo'n dag. Ik dacht, nee, dit wordt hem niet. Dit wordt hem niet. Ik ga even gewoon eerst mijn haar doen. Want anders lijk ik wel een of andere clown. Zie je nou mijn cactus op te eten? Schmiert. Jij ja, kleine schmiert. Het zonnetje schijnt. Oh, wat heerlijk. Wat heerlijk. Dus, ik heb lekker het balkonnetje opengezet. En ik ga eerst even de poesjes lekker eten. Mijn nichtje, mijn lieftallige nichtje, heeft mijn nagels gelakt. Kijk nou. Ze zou wel kunstenares kunnen worden. Nou, ik vond het zo schattig. Ik dacht, nee, ik laat het erop. Ook het feit dat de andere hand heeft alleen maar een likje roze gehad. En is één vinger vergeten. Maar... ik dacht, nee, dit heeft zij zondag gedaan. En ik moest mijn nagels toch bijna doen. Dus ik dacht, ik laat het er gewoon even op. Ik weet niet of ik ze vandaag of morgen ga doen. Kijk wel even hoe het loopt. Maar deze week in ieder geval. Maar dat betekent dat we dus wel een lekker zomers outfitje aan kunnen doen. En ik denk dat ik gelijk even... ik heb een beetje een droge keel. Ik was dus gisteren met mijn moeder lekker naar de Sanadoom. Zo fijn. Al word je daar ook echt... ik denk dat de vermoeidheid er dan uitkomt. Zo, want ik was helemaal gebroken daarna. En ik moest nog bowlen. Dat was niet het grootste succes. Maar sindsdien heb ik zo'n droge keel. Dat ik denk, komt dat nou van de sauna? Of zat dat er gewoon al aan te komen? Nou ja, in ieder geval. Een zomers outfitje. En ik dacht, ik doe mijn bloemenbroek aan. Deze, want het is zo'n lekkere, losse, lichte broek. Met gewoon een gekleurd topje dan maar. Volgens mij heb ik gewoon letterlijk een puist op mijn ooglid. Wait, what? Dat heb ik echt nog nooit gehad. Ah, het jeukt een beetje. Het zou ook iets, een muggenbult, maar dat zou ook gek zijn. Wat gek. Maar hij hangt wel een beetje daardoor, een beetje dikker. Ah ja, boeien. Kijk nou hoe cute. Helemaal blij mee. Ik heb even... een proteïne clear white gemaakt. Kijk, deze vond ik. Ik was er op een gegeven moment klaar mee. Want ik altijd echt letterlijk. Denk een half jaar iedere dag. En nu dacht ik, ja, nu heb ik er weer zin in. Lekker avocado erop. Deze heb ik gekocht. Die vond ik gewoon te cute. En ze zijn heel fijn. En deze nieuwe waterfles. Want mijn waterfles die ik had gekregen van Get Fit Girl, deze, die is precies hetzelfde. Die is gevallen en er zit dus een barst in hier. Dus die lekt. Hij lekt eigenlijk altijd al een beetje, maar nu lekte die echt heel erg. Dus, nou, ander kleurtje. En dan kan ik deze eigenlijk wel weggooien. Het voelt een beetje zonde, maar ja, hij is echt wel kapot. Dus ik ga hem weggooien. Maar deze drink ik even leeg voordat ik ga lopen en dan ga ik even een broodje halen. Ineens de behoefte om even de koelkast op te ruimen voordat ik boodschappen ga doen. Zodat ik ook even een beetje een overzicht heb hoe het wat. Ik heb dus nog die pasta. En verder vrij weinig. Veel proteïne dingen. Ik moet zeggen, vorige week zijn de proteïne echt niet goed gegaan. Maar is ook een keer prima. Deze heb ik van mijn broer gehad. Die stond bij hun stof te happen, want die lust hij zelf niet. Ik heb nog wel genoeg beleg. Pesto. Maar ja, dat is het eigenlijk ook wel een beetje... in deze kast heb ik vooral nog de, ja, veel snackdingen. Maar ook geen afbakbroodjes meer. Dus nee, ik moet wel echt even het een en ander halen. Ik ging dus vorige week een pakketje wegbrengen bij DHL Punt. En toen zag ik een hele mooie koffer staan. En toen heb ik ermee in mijn handen gestaan. Ik heb ernaar gekeken en toen dacht ik... ja, zal ik het doen? Want mijn koffer is dus de rits van kapot. En dat is mega onhandig en het werkt echt voor geen meter. Alle kleren vallen er dus uit als je hem open doet. Hij is ook al wel vergaande glorie. Ik heb hem denk ik... 10 jaar? Misschien zelfs wel meer. Dus ik ga kijken of hij er nog staat. Kijk, ik kan ook voor 2 euro meer deze kopen. In plaats van wachten tot mijn eigen bloem uitkomt. Ga ik niet doen. Wel leuk voor moederdag. Ja, leuk voor moederdag. Ook leuk voor mijn balkon. Nee, ik ben geïnvesteerd in mijn bloemetjes. Ik ga geduldig wachten. Deze zijn ook mooi, zeg. Wat een mooitjes. Heel leuk. Wat kost jij? Ja, ik weet toch niet wat jij bent. Jij bent een Impatience. 2,70. Niet duur. Nou ja, kijk, weet je wat het is? Als niemand mij tegenhoudt,
dan doe ik het dus gewoon. Ik heb die drie potjes op het balkon. Ik wil sowieso eigenlijk even het balkon vandaag weer even aanpakken. En daar had ik heide in gekocht vorig jaar. Oh nee! Er is er eentje af. Maar die waren eigenlijk te klein. En ik heb er eentje naar binnen gehaald. Om te kijken of het dan weer een beetje beter zou worden. Is dit dood? Kan iemand mij vertellen? Is dit dood? Ja, ik denk dat die namelijk nog niet dood is. Dus misschien dat ik die wel naar binnen haal gewoon. Dus ja, ik dacht dit is leuk. Dit is helemaal fleurig. En dan in plaats van, ik had ze nu aan de binnenkant van het balkon, hang ik ze even aan de buitenkant. Dan heb je iets meer ruimte. Dus hier is ze misschien iets minder goed, maar vanaf buiten wel. Ik had ze naar binnen, want dan zag je ze zelf goed. En ja, weet je, je koopt ze voor jezelf. Maar dan kunnen de katten eraan zitten. Dus buitenkant is echt beter. De Aldi had gewoon geen Golden Power, geen Red Bull. Dus ja, ik ging toch nog even naar de Jumbo. Want ik wilde voor het avondetjes kopen. Heb ik even twee Red Bulletjes meegenomen. Ik heb dus een receptje gezien op TikTok. Met flatbread. Ik heb het nog nooit op. Maar ik heb er nu twee gekocht. En ik ga er vanavond dus iets mee maken. Met eigenlijk een soort van... zij deden friet tussen. Dat ga ik niet doen. Maar eigenlijk een soort van... kebab. Nee, dit lijkt dan niet meer op kebab. Dit is meer, ik weet het niet wat het is. Het is kip op een broodje. Ik heb champignons. Dan normale sla. Oeps. Een komkommer. Ik kon voor 240 punten een gratis komkommer krijgen. Terwijl ik me kan herinneren dat ik echt bij volgens mij 1000 punten kreeg ik dan 5 euro korting. Toen dacht ik, staat dat in verhouding? Ik dacht, ik betaal mijn komkommer wel. Ik bewaar mijn punten. Want soms heb ik ook wel eens gratis Red Bull bijvoorbeeld. Dan denk ik, ja, daar heb ik meer aan dan een gratis komkommer. Een carpacciootje. Dan knoflooksaus. Ja, ik heb dat dus niet in huis, want ik eet dat niet. Maar bij dit broodje hoort het natuurlijk wel. Er zit wel een beetje grond op van de plantjes. Worteltjes. Als snackie. Ja, ik weet niet wat het met de Aldi was, maar het was best wel leeg geroofd. Dus ze hadden ook geen tomatenblokjes meer. Dus ik ben maar voor gezeefde tomaten gegaan. Ik weet niet, dit was ook alle proteïne dingen waren weg. Alle energiedrank was weg. Mozzarella ga ik volgens mij ook vanavond er doorheen doen. Ja, ik weet het echt niet meer zeker. Lekkere broodjes. Twee voor nu. En twee voor morgen. Ik kan gewoon lekker oppiepen. De nectarines waren er weer. Nou, daar kan ik geen eten tegen zeggen. En deze megabak met tomaatjes was in de aanbieding voor 2,50 of zelfs 2 euro. Ik heb de bon, dus ik kan het zo checken. Kipjes voor vanavond. Die zijn al lekker gepaneerd. Lukt even niet. Gemarineerd, dank je. Aardbeidjes, uiteraard. En als laatste een rood uitje. Voor de carpaccio. En voor whatever I want. Die kan hier bij hotpaté. Dus nou. Ja. Is het heel veel? Nee. Ik heb ook maar 30 euro uitgegeven. Nee, bij de Jumbo ook nog 10. Dus ik heb 40 euro uitgegeven. Maar ik kan een keer pasta maken. Ik denk wel 2 keer. Ik kan 2 keer die broodjes maken. En het is alweer dinsdag. Even kijken hoor. Dus ik heb in principe nog maar 3 dagen avondeten. Yeah. Oh, dat was ik helemaal bijna vergeten. Morgen ga ik pizza eten met Hidde. Dus ik heb nog maar 2 keer avondeten. Ik was even met Emmee aan het FaceTime en die had pauze op haar werk en die belde. Dus ik heb ondertussen gegeten. Ik heb een broodje met avocado en de koro dingen op en aardbeien. Maar nu is het tijd om mijn bloemetjes buiten te zetten. Ik ben wel echt heel erg zomers zo, hè. Dit is wel echt een goede combi. Ik heb ineens een openbaring. Ik denk dat ik het al weet. Want ik zit naar die plantjes te kijken en denk, er zit overal gewoon een plantje in. Maar volgens mij was het 4 voor een bepaald bedrag. Dus dan heb ik er 4 genomen. Maar daarvan 1 binnen laten staan. Dit ziet er wel... dit ziet er ineens heel erg dood uit bij die andere. Dus ik denk dat dit hem niet wordt. Maar dit wil ik dus zeg maar gaan doen. Ik wil ze toch omdraaien. Omdat je... ja... het neemt net een beetje loopruimte weg of zo. Ja, nu ga ik toch weer twijfelen. Zijn ze niet te groot? Ik dacht deze waren te klein, maar nu... oh nee, dit past perfect.
vind het wel heel leuk. Ik vind het zo jammer als het dan aan de andere kant hangt dat ik het dan zelf niet zie, snap je? Ik denk, ja, koop ik het voor de buren of koop ik het voor mezelf? Dan kan ik je het antwoord wel opgeven. Ik koop het voor mezelf. Ik ga hem even eentje aan die andere kant. Weet je wat het ook is? Als het hard waait, dan waaien ze er nog wel eens af. Je kan ze wel vastmaken met tire rips, denk ik hoor, trouwens. Maar... even kijken. Stel dan dat je hier zit. En je kan het nu niet goed zien. Ja, ik vind de binnenkant toch echt wel veel leuker. Hé, hey, sorry, ik ben er van gedachten veranderd. Ik kijk er toch liever zelf naar. Buren hebben lekker pech. Oké, deze moet ik eventjes schoonmaken. Er zitten allemaal... hoe noem je dat? Van die boom. Oh. Oeh, wat hier ook aan zit. Wat in principe op het hele balkon ligt. Dus die moet even goed een scrub daddy hebben. Om deze wil ik dus even in de was proberen te doen. Ik weet niet of het gaat eigenlijk. Maar als ik hem gewoon spoelen zet. Ja, het is riet, weet ik veel. Ik wil het toch even proberen. Want hij is nu zo smotsig. En als het niet lukt, dan koop ik wel gewoon een nieuwe. Dat was volgens mij €25 bij de Action. Moet ik er dus alleen even aan denken. Dat ik hem na de zomer binnenhaal. Maar hij is op zich nog goed. Dus ik zou het zonde vinden als hij weg moet. Het tafeltje is ook echt het eerste wat ik heb gedaan. Omdat het een soort van lekker voelt. Maar ik moet ook echt eventjes hier alles aanvegen. En ik denk zelfs deze even van de kant af. Die steentjes heb ik dus vorig jaar neergelegd. Die zijn wel een beetje viezig geworden. Maar heeft iemand tips hoe ik dat schoon krijg? Moet ik dat dan echt weer zeg maar oppakken en in een sop doen? Of is daar een soort van spray die ik er overheen spray? Eigenlijk moet het net dan natuurlijk namelijk ook weg. Want er zitten ook allemaal van die van deze dingen die overal liggen in. Maar dat vind ik niet zo erg. Kijk, als ik het gewoon in één dag kan doen. Ik haal dat net even weg. En ik haal al die stenen schoon. Maar wat is de makkelijkste manier? Toch met mijn goede gedrag besloten om dit er allemaal tussenuit te poken. Kijk, ik heb deze helft al gedaan. Het is echt heel veel werk en het is echt priegelen. Maar ja, het wordt er wel echt veel beter van. Dus ik ben blij dat ik het doe. Dan ga ik zo deze naar deze kant verhuizen en dan die kant nog helemaal doen. En ik denk dat ik dan ook even gewoon ga stofzuigen nog. Want er zit ook een hoop tussen waar ik niet bij kom. En dan dweilen. Oh, en dan dit er nog afhalen. Maar misschien dat ik ook een deel naar morgen verhuis hoor. Hoe laat is het ondertussen? 5 uur. Ja, ik denk dat ik het gewoon even afmaak met alles ertussenuit priegelen. En dat ik dan morgen ga dweilen en stofzuigen. Maar ik ga er zo wel, denk ik, naar nu. Kijk, nu krijg ik ook kippen wel. Nu ineens is de zon weg, dan is het best wel frisjes. Maar ik wil er eigenlijk zo wel lekker eten. Maar als het grootste deel schoon is... hoef allemaal niet in één dag, hè? Dat had ik mezelf beloofd. Want anders is het zo'n groot project. En ik moet zeggen dat het wel helpt als ik elke keer een stukje doe. Maar ik heb er ook wel zin in dat het gewoon weer lekker voelt of zo, weet je wel. Dat je elke keer als je buiten komt kijkt en dat je denkt, oh ja, oh, wat een heerlijk balkonnetje heb ik toch. Eerlijk, viel me alles mee. Viel me alles mee. Nou, zoals je ziet, er is werk nog. Maar ik laat hem nu even gewoon hier staan. Dan ga ik hier lekker zitten, want hier komt zo meteen ook als eerste het zonnetje. Daar staat natuurlijk geen droger meer, maar ja, ik vind het gewoon niet verder een hele handige plek. Dit is eigenlijk wel de beste plek, omdat de badkamerdeur niet gebruikt wordt, omdat hier natuurlijk de wasmachine staat. Dus hij gaat daar wel weer naar terug, maar dan kan ik morgen eerst deze kant doen en dan deze kant. En ik ga nog wel even de krabbouw aandraaien. Tenminste, ik hoop dat het een kwestie is van aandraaien. Want ja, als dit zeg maar is hoe die echt erbij staat momenteel... dat past niet. Oké, dat is jammer. Dan denk ik dat ik even een nieuwe moet kopen. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb hem van mijn ouders gehad toen ik Trappy kreeg. Dus dat is op zich ook wel al 4 jaar. Oh, hij is wel aan te draaien. Volgens mij zit hij gewoon heel los. Inderdaad. Dus wat dat betreft, voor een krabbal die buiten staat,
hebben ze er wel echt veel plezier van, moet ik zeggen. Ze zitten er toch echt wel graag op. Oh, dit gaat heel goed. Dat is fijn. Het valt me wel eens mee, want ik dacht, dat zal wel begaande glorie zijn. Oké, ik ben voor nu zeer, 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 zeer tevreden. Deze is weer helemaal lekker stabiel. En alles, ja, ik kan hier wel gewoon, ik moet zeggen, de zon schijnt nu niet. En dan is het eigenlijk best wel fris. Dus ik weet niet of ik hier ga eten. Maar, ik ga nu eten maken. Ik moet eerlijk zeggen, ik was het aan het doen. En, wat is dit? Oh, hij heeft een dia van mijn album aan het laten zien, per ongeluk. Ik was het aan het doen en het is best wel omdat je dan één voor één die dingetjes aan het pulken bent. En ik was aan het nadenken, ik was vorig jaar en toen ik het had gedaan en toen dacht ik... Ik had ineens zo'n mooi moment, want vorig jaar heb ik het eigenlijk gedaan voor mijn ex. Want die rookte, denk ik. Misschien nog steeds, maar in ieder geval. En op een gegeven moment heeft hij gezegd van het zou zo lekker zijn als je balkon ook een fijn plekje had. Want je echt lekker kan zitten en dan kunnen we hier echt plezier van krijgen op de zomer, in de zomer. En nou ja, dat zag ik natuurlijk als een teken. Terwijl in al die tijd dat ik er woonde heb ik het nooit zo goed aangepakt als toen. Want voor mezelf kan ik dan die motivatie zeg maar niet vinden. Of ja, dan denk ik ja, het is de moeite niet. En nu dacht ik, wow, ik doe dit echt alleen voor mezelf. Ik doe dit alleen voor mezelf. Ik kijk hier naar dat balkonnetje en ik ben nog steeds blij hoe die geworden is. Maar ik dacht ook gelijk, ja, maar ik wil het wel aanpakken voordat de zomer begint. Zodat ik daar echt de hele zomer kan genieten voor niemand anders, maar alleen voor mezelf. En dat is zo'n shift die ik eens heb gemaakt dankzij therapie. Dat ik dat dan zonder nadenken ook doe. Dat zonder dat iemand iets tegen me zegt. Maar dat ik gewoon gelijk denk, oh dat wil ik. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. Dat is echt bijzonder. Want zelfs, hij zei het ergens echt al midzomer. Dus ik heb in de hittegolf, echt jongen, ik was helemaal gek in mijn kop. In de hittegolf heb ik dagenlang daar staan ploeteren. Omdat het ineens op stel en sprong af moest. Want hij had gezegd dat het zo lekker zou zijn. En nu doe ik het op mijn eigen gemakje. Op mijn eigen tempo. Voor mezelf. Dat is wel echt... Ja, ben ik echt dankbaar voor. Wat doe jij op het aanrecht? Ga eens af. En nu ga ik lekker flatbread met chicken maken. Ik heb dus voor het eerst de kip in de airfryer. 180 graden 15 minuten is niet lang genoeg. Dus... We hebben er nu nog iets langer aangezet en ik heb ondertussen ook een pakket binnen voor de kittens. Want ik moest nieuw natvoer hebben voor Tijger. En toen dacht ik, ja, ik vind eigenlijk dat Trappy en Ginny ook gewoon 's avonds natvoer moet krijgen. In eerste instantie heb ik dat niet gedaan, omdat ik vind dat natvoer maakt de uitwerpselen gewoon echt veel erger stinkend. Maar ik moet ook wel zeggen... dat was echt, nou ja, toen ik ze kreeg. En toen kocht ik gewoon het allergoedkoopste voer wat er was. En ondertussen koop ik gewoon super kwalitatief goed voer. Dus ik heb ook weer op diezelfde website, Katameo heet dat, die beoordeelt al die voedsels, al die brokken en al dat voeding. En daar kun je dan een lijst van kopen. Dus ik heb nu de natvoer gedaan. En ja, Tijger krijgt dus speciaal... Hé, hey, Tijgersvoer zit er niet bij. Oh. Dat is jammer. Nou ja, dus... Rosie's Farm is eruit gekomen. En deze, maar die zitten allemaal los in de doos. Dus ik heb twee keer... Hè? Ik ben zo in de war. Heb ik dan... Want ik zat te twijfelen tussen deze twee. En ik heb dus het gevoel dat ik dan Tijgersvoer eruit heb gehaald... In plaats van de tweede keus voor Trappy en Ginny. Daar is niet handig, hè? Oh, ik weet het al. Dat was ik helemaal vergeten. Ik heb ook voor Tijger een ander merk genomen. Want deze is dus ook urinary. En die kwam dus beter uit de test dan de Royal Canin. Royal Canin is sowieso... Ik heb hier nog een doosje staan. Ik denk dat ik het daar even in ga doen. Ja, is natuurlijk echt wel een beetje opgehyped. En het is ook goed, maar je betaalt dus ook heel veel voor
het merknaam. En al helemaal omdat heel veel dierenartsen er ook mee samenwerken. Dus die krijgen daar vaak dan ook nog een deel van de inkomsten over. Dus nu zag ik deze op de voerlijst staan. Toen dacht ik, oh, dat ga ik even proberen. Maar ik vind het wel onhandig dat het allemaal in losse verpakkingen komt. Maar inderdaad, ik heb het dus wel goed gedaan. Dit is voor tijger. Ik heb er ook echt superveel. En dan is die Rosie's Farm. Die is dan voor Ginny en Trappy. En ik ben heel benieuwd of ze die lekker vinden. Maar dat gaan we dan vanavond na het sporten ervaren. Kijk even hoe goed dit eruit ziet. Ik denk wel dat het een beetje, misschien een beetje weinig is voor twee broodjes. Drie broodjes. Maar ja, ik vond twee, dacht ik. Ik denk dat ik daar te weinig aan heb. Aangezien ik ook nog ga sporten zo. Kijk jongens. Even mijn poes op afstand houden. Sex in the City staat weer aan. Eet smakelijk. Ik ga mijn schoenen aantrekken. En dan richting een lesje Tabata. Ik ga misschien daarna nog een drankje drinken met wat vrienden, collega's en aanhang van het werk. Maar dat is nog een beetje in de lucht. Dus ik heb wel even een trui aangetrokken. Ik dacht, ja, dan zal het een terrasje worden. En het is toch wel aan het afkoelen. Ik heb eigenlijk geen motivatie, maar ik ga lekker toch. Ik ben weer thuis. Ik heb nog even 3 Cola Zero gedronken met 5 collega's. Merlijn, ja eigenlijk 4. Merlijn, Gyro, Brent, PB en zijn vriendin. Daar kan ik super goed mee. En dat is echt, nou ja, dat is echt een vriendin van mij ondertussen. Die ik steeds meer zie. En we hadden het ook nog over dat vloggen. En toen zei ik ook van ja, ik vind dat gewoon heel moeilijk bij mensen bij wie ik dat nooit gedaan heb. En dan moet ik altijd soort even een grens over. En ik moet dan ook weten of zij het oké vinden. En ze waren eigenlijk bijna allemaal heel relaxed. Zeiden, schat, tuurlijk, de volgende keer mag je gerust je camera meenemen. En vinden dat echt niet erg. Dus nou, dit is voor mij ook weer leuk. Ik ga nu mijn lieve poezen hun nieuwe voer geven. Het ging vrijwel hoe ik het had verwacht. Tijger was als eerst klaar, maar die had natuurlijk van die brokjes, van die blokjes. En niet zo'n paté, dus dat ging sneller. Ginny nam hele grote hap en kwam als tweede bij de finish. En heeft daarna Tijgers bakje zo schoongelikt dat het lijkt alsof er niks gebeurd is. Trappy heeft hem dus niet helemaal op. Dus ja, ik zat heel erg te twijfelen wat ik ging doen. Maar ik heb hem toch even in een zakje in de koelkast gezet. Want ik dacht, ik ga nu toch nog even mezelf klaarmaken. En misschien ga ik zo nog wel even op de bank chillen. Want ik ben toch nog niet echt moe. En dan geef ik hem over een uurtje weer. Maar ja, dit kleine mormel, dat eet gewoon niet. Dat eet zijn brokken ook niet in één keer op. Dat eet altijd in fases. Maar ja, als ik hem laat staan, dan eet die het op. Jongens, ik ben nu dat ik nog helemaal niet mijn mooie dekbed aan jullie heb laten zien. Die zitten voor het eerst om. Ja, nu pas. Maar ja, nu kun je het niet zo goed zien. Omdat het al donker is. Dus ik beloof jullie plechtig dat ik dat morgen ga doen. Ik denk dat ik morgen namelijk ook gewoon gezellig ga vloggen. Want dan kan ik het balkon afmaken. En ik ga lekker uit eten met mijn broer. Vind ik ook gezellig. En dan neem ik jullie weer mee. Maar nu... Oh, heerlijk. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.